Hoi, mijn naam is Anik en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een video voor jullie die heel erg vaak is aangevraagd. Ik heb namelijk een jaartje geleden een video gemaakt met 50 plus kerstcadeau ideeën. En vandaag ben ik weer terug op jullie beeldscherm, maar deze keer met 100 plus kerstcadeau ideeën. Ik heb er heel lang over gedaan om dit lijstje te maken. Ik heb deze video echt al 2 keer opgenomen. De eerste keer was mijn batterij de helft van de video leeg. En nu is er dus ook een foutje met de tweede video. Dus hier ben ik weer opnieuw om deze video te gaan opnemen. Het zou me heel erg helpen als jullie een duimpje omhoog doen. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En dan gaan we direct verder met deze video. Oké, ik heb het dus in mijn notities gezet. En ik heb echt heel veel ideeën. Ik heb echt iets van 110 ideeën of zo. Dus laten we maar direct beginnen. De eerste. Iedereen heeft ze eigenlijk wel. AirPods. Super handig. Maar wat ook heel erg handig en leuk is, is een AirPod hoesje. En je zou hier niet direct aan denken als cadeau. Maar als eerste op mijn lijstje heb ik dus een AirPod hoesje. Je hebt bijvoorbeeld hele leuke AirPod hoesjes bij Adidas Sweden. De tweede, iets waar ik heel erg gelukkig van word in de gym vanavond onder ons ook. Namelijk een pre-workout. Let er wel even op welke pre-workout je haalt als je niet heel veel verstand hebt van sport. Ik heb zelf die van Absolute Fit Nutrition. Ik heb ook nog een kortingscode daarvan, Danik20. Voor 20% korting. En anders raad ik die van MyProtein aan. Op nummer 3 staat de diffuser. Deze kun je voor heel veel geld halen bij de Rituals. Volgens mij kost die 100 euro of zo. Maar je hebt echt gewoon precies dezelfde bij de Action. Die werkt echt super goed. Die hebben wij zelf ook. Die is echt 20 euro. Dus zeker een aanrader. Volgende, enkelgewichten. Heel erg handig voor als je in de sportschool sport. Maar ook voor als je thuis sport. Dan heb ik een yogamat op mijn lijstje staan. Ik heb zelf een Pilatesmat. Deze heb ik bij de Decathlon gekocht. En ik gebruik die echt heel erg vaak. Ik vind hem echt heel erg fijn. Op nummer 6 staat een waterfles. Ook goed voor de goede voornemens. Omdat je natuurlijk meer wilt drinken. Hydratatie. Of je kunt bijvoorbeeld een AirPod vragen als je moeite hebt met water drinken. Dan heb ik een satijnen kussensloop. Dit is namelijk heel erg goed voor je haar en huid. Als volgende heb ik de Collistar Magic Drops. Dit is een soort zelfbruiner voor je gezicht. En je hoort nu echt iedereen erover op TikTok en social media. En dit is helemaal trendy. En ik heb het zelf ook. Het werkt echt super. Dus zeker een aanrader. Als volgende een motiverend boek. Ook zeker weer een goede voor de goede voornemens. Voorbeelden hiervan zijn Think and Grow Rich, Master Your Mindset. En ik zal hier nog wel even een paar boeken in ploppen. Want ik weet er zo even geen meer. Op nummer 10 staan een 5 Minute Journal. Hier schrijf je eigenlijk elke dag 5 minuten wat in over je dag. En het helpt heel erg met een positieve mindset. Voor de creatievelingen onder ons een waterverfset. Ook heel erg leuk. Kun je hele leuke dingen mee. Dan nummer 12. Posters. Dus ook niet iets waar je direct aan denkt. Maar je kunt echt hele leuke posters scoren. En je hebt daar eigenlijk geen zin in om daar geld aan uit te geven. Dan hebben we wat dingetjes met betrekking tot skincare. Namelijk een ijsroller. Dit is heel erg goed om in de ochtend te doen. Als je bijvoorbeeld een opgezwollen gezicht hebt in de ochtend. Dan hebben we nog de jaderoller. Ook heel erg goed voor je huid. En tenslotte de gua sha. Voor een scherpe kaaklijn. Nummer 16 is er eentje voor de mensen met een winterdipje. Als je moeite hebt met opstaan, is een daglichtwekker misschien wel wat voor jou. Hierdoor word je namelijk natuurlijk wakker. En het schijnt dus echt te helpen tegen de winterdip. Het volgende wat ik heb opgeschreven is dus echt de super trendy sunset lamp. Je ziet hem overal op TikTok. En het is dus eigenlijk iets om een beetje een golden hour te faken. En volgens mij is het echt heel erg nice. Tenminste, ik heb er alleen maar goede dingen over gehoord. Volgende is parfum. Ook een hele goede. Dan om een beetje sfeer erin te brengen, kaarsen. Nummer 20 is een wegwerpcamera. Hoe leuk is dit om te geven? Ook voor bijvoorbeeld een verjaardag. Maar als je dit op kerst geeft en je hebt op oud en nieuw bijvoorbeeld een feestje, dan kun je daar hele leuke foto's mee maken. Het volgende op mijn lijstje is deze droogshampoo. Ik heb heel wat droogshampoos uitgeprobeerd en dit is toch echt mijn favoriet. Dit zorgt ervoor dat je echt heel veel volume hebt in je haar en het is gewoon top. Dus dit is zeker een aanrader. Als volgende heb ik panties. Ik heb nooit zin om hier geld aan uit te geven. Alles gaat altijd kapot. Dus misschien een keer goede panties. Je hebt ook hele leuke panties met patroontjes en zo, dus hier kun je heel erg creatief mee worden. Iets wat ook altijd goed is, zijn sieraden, kettingen, ringen, oorbellen, earcuffs is ook heel erg leuk. Als je geen helix hebt. Dan als volgende een projector. Dit is echt super leuk. Dit ga je ook vaker gebruiken dan je denkt, denk ik. Met een projector kun je dus een film kijken op je muur of zo. Het is echt super leuk. Als volgende een planner. Denk bijvoorbeeld aan een agenda of een bullet journal. Dan weer eentje voor de gym rats onder ons. Gymshark. Dat is alles wat ik heb te zeggen. Gymshark, altijd goed. Zeker. De volgende, blue light brillen. Als je net zoals mij de hele dag achter je laptop zit of de hele dag op je mobiel te kijken, dan is dit zeker een aanrader. Want ik krijg daar zelf heel erg hoofdpijn van als ik gewoon letterlijk de hele dag op mijn laptop zit, wat ook niet heel gek is. Maar dit houdt dus de blauwe straling tegen, waardoor je dus geen hoofdpijn meer hebt. Ik gebruik het best wel vaak en het werkt echt super. Als volgende een masker, ook heel erg fijn, super goedkoop, top idee. Nummer 29 is een pet, lekker stylish, lekker simpel. Of nummer 30, een beanie. Een beanie is namelijk ook heel erg leuk. Ook voor de winter natuurlijk. Dan hebben we er eentje voor de mensen die van eten houden. Namelijk een tegoedbon voor een lunch. Ik doe het heel erg vaak als ik niet precies weet wat ik moet kopen voor diegene. Ga gewoon lekker een keertje lunchen met diegene. Nummer 32, geurstokjes. Ook een hele leuke. En het ruikt natuurlijk lekker. Dan notitieboekjes. Je hebt bij de HEMA heb je hele leuke, schattige notitieboekjes. Ik heb er echt heel erg veel. En ik blijf het gewoon leuk vinden. Terwijl ik weet niet eens wat ik erin moet schrijven. Maar het is gewoon leuk om te krijgen. Dan pennen. Ik heb dus echt weinig goede pennen in mijn huis.
ze doen het gewoon allemaal niet. Elke pen die ik pak is leeg. Dus eigenlijk moet je gewoon al die pennen weggooien. En dan nieuwe pennen krijgen. Of vragen. Of geven. Want dan heb je niet meer altijd dat gedoe. Die frustratie dat je geen pen hebt. Ik irriteer me daaraan. Dan nummer 35. Comfy kleding. Altijd goed. Een lekkere warme hoodie. Of denk aan een badjas. Of denk aan van die warme sokken. Of denk aan iets wat lekker comfy is. Wat goed zit. Dan een nieuw dekbed overtrekken. Ik heb 2 dekbed overtrekken. Alleen ze zijn niet heel mooi meer of zo. Dus dat is ook een goede om te vragen. Dan nummer 37. Neusstrips. En dit is echt heel erg goed als je van die volle poriën hebt in je neus. Om al die mee-eens gewoon in 1 keer uit te trekken. Ik vind het heel erg satisfying. Ook een hele goede voor jongens. Misschien wat minder leuk om te geven. Maar het werkt echt super goed bij jongens. Omdat die grotere poriën hebben en zo. Ik vind het leuk. Nummer 38. Een spiegel met lampjes erin. Zodat je perfect je make-up kan doen. Dan telefoonhoesjes. Dit is eigenlijk altijd top. Je kunt nooit te veel telefoonhoesjes hebben. Ik heb echt zo'n simpel transparant telefoonhoesje. Deze worden trouwens ook heel erg ranzig. Dus als je iemand hebt die gewoon een transparant hoesje wil, koop een nieuwe. Want ze zijn altijd ranzig. Nummer 40, een wimperserum. Ik heb zelf die van X-Lash. Ik heb daar ook een wenkbrauwserum van. En ik zag oprecht resultaat. Dus dit is ook een leuk om te geven. Nummer 41, highlighter. Waarom je geen foundation of zo moet geven? Je kan nooit de goede kleur verwachten. Als ik vraag aan mijn vader van, goh, ik wil graag een foundation. Dan koopt hij sowieso de verkeerde kleur. Dus highlighter, want hier kun je nooit de verkeerde van kopen. Dan als volgende. Deze is heel erg standaard, maar voor iedereen goed. Ik heb nog nooit iemand hierover zien klagen. Namelijk een doos Rituals. Volgende, weer voor de sportieve mensen. Namelijk een Apple Watch. En ja, dit is een beetje prijzig. Daarom heb ik er nog één opgeschreven. Namelijk Apple Watch bandjes. Je kunt deze in heel veel kleuren krijgen. De originele van Apple kostte 50 euro. Maar je kunt echt hele goede namaakbandjes vinden. Die gewoon precies dezelfde kwaliteit hebben. Voor echt 10 euro. Dan een kalender om op te hangen voor het nieuwe jaar. Nagellak in allerlei kleurtjes. Ik heb nu deze groene. Hij is trouwens een beetje eraf. Ik moet dit even vandaag weer opnieuw gaan doen. Dus let hier niet op. Maar ik heb heel veel leuke kleurtjes. En ik wil er meer. Als volgende een scrub. Dan een dag of nacht crème. Ook altijd goed. Eten. Heel veel eten. Chocolade. Chocolade vooral. Dan een cadeaubon voor je favoriete kledingwinkel. Een set markeerstiften. Je hebt dus echt van die hele schattige markeerstiften. Ik heb zelfs een setje met pastel markeerstiften van Stabilo volgens mij. Vooral als je heel erg van het plannen bent of een bullet journal hebt of zo, is dit echt een must-have. Dan een krul of steltang. Nieuwe hardloopschoenen. Ik vind het echt heel erg chill om hard te lopen. Nu wat minder omdat het gewoon echt super koud is. Maar in de zomer vind ik het fantastisch. En ik heb gewoon geen goede hardloopschoenen. Ik heb gewoon geen zin om daar geld aan uit te geven. Maar goede hardloopschoenen zijn heel erg belangrijk als je aan het hardlopen bent. Dus kun je ook vragen. Een eindejaarslot, een magazine of misschien een abonnement op een magazine. Ik heb ze net ook al even genoemd, maar cozy sokken. Van die hele warme sokken. Ik heb ze nu niet aan. Ik dacht even dat ik ze aan had. Maar die kun je kopen bij de Primark of zo. Altijd goed, altijd lekker. Ik draag ze echt heel erg vaak. Als volgende heb ik een bathbomb of een bubbelbar van de Lush. Ik heb laatst de Comforter gekocht. Die is echt super lekker, ruikt heel erg goed. Dus dit is ook echt heel erg top voor de koude dagen. Dan een handtas. Hier kun je ook weer heel erg met prijs variëren. Je hebt natuurlijk hele dure handtasjes. Maar je kunt ook hele leuke goedkope handtasjes kopen voor echt 15 euro bij de Bershka. Dan een pyjama, heel erg cozy. Ik hou ervan. Gewoon een leuke pyjama. Dan touchscreen handschoenen. Ik heb zo vaak dat ik op mijn mobiel zit met handschoenen en dan lukt het niet. En dan irriteer ik me aan. Dus touchscreen handschoenen. Dan een dekentje. Gewoon heel veel verschillende soorten dekentjes. Zoals deze. Ook heel erg leuk. Nummer 62, pantoffels. Dan een scrub handschoen om alle dode cellen van je huid af te halen. Een ringlamp. Ik heb zelf een softbox, maar een ringlamp is toch echt veel beter. Als volgende een goede muziekbox van JBL of van welk merk je het dan ook wil. Maar een goede muziekbox kan nooit kwaad. Dan de volgende, en deze klinkt een beetje raar, maar een elektrische tandenborstel. Super chill om te hebben. Dan als volgende wenkbrauwgel. Ik heb deze op het lijstje gezet omdat ik dat zelf nog nodig heb. Dus ik dacht, wenkbrauwgel, goeie. Gaan we opschrijven. Als volgende, nummer 68, een skateboard. Skateboards zijn cool. Iedereen wil een skateboard en het is lijp. Dus koop een skateboard. Dan de volgende, canvas tassen. Ik neem deze altijd mee als ik naar de sportschool ga en ik gebruik deze eigenlijk echt wel heel erg vaak. Je kunt hier echt hele schattige tasjes van krijgen en het is echt gewoon super handig. Dus een canvas tas. Dan nummer 70, voor de liefhebbers, een platenspeler. En als je al een platenspeler hebt, vraag platen. Nummer 71, zonnebrillen. Je kunt nooit genoeg zonnebrillen hebben. Je hebt ze er echt in alle kleuren en formaten en alles. Dus zonnebrillen zijn ook leuk. Nummer 72, ook weer iets waar je heel erg mee kan variëren. Namelijk een portemonnee. Je kunt hele dure portemonneetjes kopen. Maar ook echt voor 2 euro bij de Primark. Ik heb mijn eigen portemonnee van de Primark. En die is echt super schattig. En ik gebruik hem echt heel vaak. Dan heb ik er weer eentje voor de fitness vanavond. Namelijk proteïne. Je hebt ook van die proteïne pindakaas en proteïne Nutella-achtige zooi. Dus heel veel verschillende proteïne dingen. En als je een echte gym bent, dan ben je hier sowieso blij mee. Het volgende wat ik heb opgeschreven zijn zulke jasjes. Dit is echt
Super trendy, heel erg leuk. Ik hou echt van deze. Ik heb deze echt heel erg vaak aan. Dit is waar ik mijn jasje vandaan heb. Deze hebben ze volgens mij ook echt in het bruin en zo nog. Ik krijg hier niet voor betaald om dit te zeggen trouwens, maar ik vond het wel een heel leuk ideetje. Dan gaan we verder naar het volgende. Dan als volgende van die LED light strips voor in je kamer. Dan een nieuw oplaaddraadje voor je mobiel, want ik ken zoveel mensen die een oplader hebben waarvan een draadje kapot is. Dus dat is een goede. En als ze wel een goede oplader hebben, kun je misschien ook een draadloze oplader kopen. Vervolgens heb ik nog een paar ideetjes voor de kookfanaten, namelijk HelloFresh, een blender en anders kun je altijd nog een kookboek kopen. Nummer 80 vind ik persoonlijk een hele leuke, namelijk een ervaring weggeven. Bijvoorbeeld indoor skydiving. Ik heb dit een aantal keer gedaan en ik vind het echt super leuk. Bungee jumpen is ook een leuke, maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar een pretpark gaan of zo en gewoon een leuk dagje uit ervan maken. En hier kun je trouwens de wegwerpcamera ook heel erg goed voor gebruiken. Nummer 81, een piercing. Denk aan een helix of een tweede gaatje of misschien een derde gaatje. Een piercing, waar je hem dan ook maar wilt. Dan een laptophoes, ook altijd handig. Kaarten voor kaartspellen. Ik heb zo vaak dat ik bij iemand kom en dan denken we van, oh, we gaan een spelletje doen en dan heeft diegene niks. Dan een mini koelkast, je kunt hier eten in doen. Maar ik zie het steeds vaker gebeuren dat mensen hier hun skincare in doen, zodat het gewoon lekker koel blijft. Dan van die haarklipjes, van die grote klippen. Ik zal er hier even een afbeelding in beeld doen. Ik had er zelf een, die is helaas kapot gegaan, dus ik moet er zelf nog een nieuwe halen. Maar ook heel erg leuk om te vragen en je kunt echt verschillende clippen krijgen. Dan een Spotify abonnement met Spotify Premium. Volgens mij kun je deze halen voor 3 maanden of zo. En heeft diegene 3 maanden gratis Spotify. Zonder van die irritante reclames. Volgende, planten. Planten zijn altijd leuk. Nummer 88, dit is heel erg leuk om te vragen aan je vriend bijvoorbeeld, namelijk lingerie van Lounge. Ik heb zelf heel wat lingerie van Lounge, alleen ik vind het echt super duur. Dus dit is misschien leuk om als cadeautje te vragen. Dan een mini ringlamp voor je mobiel. Dan weer eentje voor als we weer in lockdown gaan en we niet meer naar de gym kunnen, namelijk dumbbells of gewichten. En doe er dan ook direct weerstandsbanden bij. Ik heb mijn weerstandsbanden van Absolute Fit Nutrition. Nogmaals, mijn code is Danique20. De volgende, en deze denk ik dat ik oprecht echt vaak zou gebruiken, namelijk zo'n Apple Tag. Dit doe je dus bijvoorbeeld aan je sleutels, zodat je met je mobiel precies kan zien waar die ligt. En ik raak altijd alles kwijt, dus dit is echt perfect. Dan eentje voor de creatievelingen onder ons die bijvoorbeeld willen beginnen met YouTube. Je kunt edit software vragen zoals Final Cut Pro. Of bijvoorbeeld dingen van Adobe zoals Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere Pro, noem maar op. Videogames, ook leuk. Dan zo'n mobielhouder. Ja, ik weet niet precies hoe je het noemt. Een mobielhouder voor tijdens hardlopen, zeg maar, dat je je mobiel dan hier zo op je arm hebt. Ik heb er zelf eentje waar ik mijn mobiel zeg maar op mijn buik heb. Maar het is echt een must-have tijdens hardlopen. Dan als volgende een statief. Ik heb echt niet zo'n heel duur statief. Ik heb die van mij bij de Mediamarkt gekocht en het valt echt wel mee de prijzen. Maar dit is echt een must-have als je bijvoorbeeld YouTube doet. Dan iets waar je ook echt je geld niet aan uit wilt geven, wat dus echt een top cadeau is. Namelijk een harde schijf. Als volgende heb ik van die Eco Make-up Remover. Dat zijn van die soort van watjes waarmee je make-up er echt super makkelijk af kan halen met alleen water. Ik heb die van mij bij de Action gekocht, maar volgens mij kun je dit echt op heel veel plekken kopen en het is echt ideaal. Dan als volgende een camera strap. Dit is natuurlijk de camera strap die er eigenlijk altijd omheen zit. Maar je kunt echt heel veel van die hele mooie bandjes kopen die je eromheen kan doen. En ik wil dit echt hebben gewoon. Echt zo'n hele fancy band, weet je wel. Dus dat is ook een hele leuke. Dan vervolgens kussentjes. Hele leuke, schattige kussentjes. Van die leuke ronde kussentjes. Allemaal kussentjes. Heel erg cute. Dan een cactus. Ik heb mijn moeder ooit een keer een cactus gegeven. Die we bij de HEMA gekocht. Was echt leuk. En vervolgens als allerlaatste een wimperkruller. En ik zie dat mijn batterij aan het knipperen is. Dus bijna weer dat ik deze video weer opnieuw moet gaan opnemen. Maar dat waren dan eigenlijk allemaal ideeën. Lipstick of lipgloss is trouwens ook een goeie. Maar dat waren allemaal ideeën. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren. Je kunt me volgen op Instagram. Dit is namelijk mijn Instagram, Danique.Hosmar. En hier post ik ook allemaal leuke outfit inspiratie en fitness inspiratie. En gewoon inspiratie. Gewoon om jou te motiveren. Heb je nou nog meer ideeën of gewoon wat leuks te vertellen? Laat het dan even weten in de reacties. En dan zie ik jullie graag volgende week woensdag om 4 uur weer terug bij een nieuwe video. Doei doei! Ik moet nog even zo'n leuke outro hebben, zeg maar. Zo'n spontane outro. Maar die heb ik niet. Dus dit is de outro, zeg maar. De outro die na de outro komt. Thanks voor het kijken. Ik vond het heel erg gezellig. En ik hou van jullie. Doei!